we zijn hier vanavond naartoe gegaan omdat een vriendin van de bewoonster erg ongerust was. Zij had al 3 dagen niets meer van haar vriendin gehoord. Normaal sms'en ze elke dag. Nou, de politie vond toch voldoende aanleiding om de woning binnen te gaan. We hebben een raampje geforceerd. En in de woning hebben we stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw en een kindje. Nou, is er iets bekend over de oorzaak? Nee, op dit moment nog niet. We houden natuurlijk rekening met de misdrijf omdat er sprake is van 2 stoffelijke overschotten. En dat is ook de reden dat de technische recherche hier is gekomen. We hebben ook de brandweer gevraagd om ons bij te schijnen qua verlichting. Want het is natuurlijk vrij donker hier in het bos. Ja, en het onderzoek van de technische recherche zal meer duidelijkheid moeten geven. Dus achter ons. Wij kunnen niet achter het afgelopen bij.